Wat is aan het openen? En we gaan daarna ook naar de kapper. Wauwie! Hartstikke goed. We eten dus pannenkoeken vandaag. Kom tegen mij. We zijn Merel kwijt. We weten niet waar Merel is. We gaan een TikTokje opnemen. De nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken. We zijn aan het openen. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En Floren heeft het een dikke jas aan. Is dat nieuwe? Ja, een winterjas. Dichte kraan. Ja, hier, kijk, zo'n jasje gaat er wel. Ik heb een jas aan. Wat? Doe jij je jas ook aan? Want dan kan je ook mee. Junior wil heel graag mee de kindjes van school brengen. En hij gaat daarna ook naar de kapper. Ja, zij ga ik samen met Junior naar de kapper. Want mij is ook heel erg nodig. He? Bij mij is het hard nodig, hè? Hoe is mijn matje? Mooi. Ja, doe het maar in de war. Nee, ik heb een mat. Kijk, dat zie je achterop. Zie je dat? Oh, ja, jouw jas. Ik bedoel kijk, van... Kijk. Nee, niet doen. Ik ga hem doen. Waar is niks aan? Waar is niks aan? Ik snap niet wat je bedoelt. Kijk. Oh, hij is niet aan. Ben ik hem vergeten aan te zetten? Ja. Nee, hij is aan. Nee, hij is wel aan. Kijk. Heb jij een jas aan of kan je dat? Dat is papa. Wow, een oepaloepa. Ja. Pijn. Papa, welke is mee? Kom, mama gaat zo'n jas aan. Ja, jij mag mee. Ja, hier is je jas aan. Kom maar. Ik doe geen jas aan. Slim, hè? Ja, dat kan. Kan, ik hoef geen jas aan. Kijk, wij hebben allebei dezelfde. Ik ben net ook al even in de bakkerij geweest zonder jas. Papa. Guusje. Floor en ik hebben dezelfde jas. Kijk, in de binnenkant hebben we allebei bloemen. De buitenkant hebben we kleur. Beetje dezelfde jas, ja. Binnenzakken en normale ja, zakken. Maar het is wel, dat is een blauwachtige en die van jou is roze. Die aan twee kanten kan je. Wat kleur is die jas van Floor? Ja, roze en blauw. Mag ik die een keer aan? Zij is blauw met roze en dat is roze met blauw. Mag ik? Roze met blauw? Er zit een blauw randje op. Je bent bijna even groot als Guusje, dus ja. Kan je best wel een keer aan die jas. Nee, het heeft niet gevroren. Dat kan niet. 30 graden. Het heeft gevroren. Ja, ga jij maar in de bakfiets, liefie? En Mini. Ja, daar zit de Mini. Het is rood, ik kan niet van huilen. Hoe heet dit? Bakfiets. Moet altijd van huilen. Junior, de bakfiets. Zeg het eens. Bakfiets. Ga maar daar zitten, schat aan de achterkant. En hoe heet dit? De bakfiets. Ga maar, Junior, ga maar even daar zitten, in het hoekje. Oh, hij kan ook daar, hoor. Nou, ik vind dat een beetje eng. Wat is er eng aan dan? Nou, gewoon bij die opening. Ja. Liever daar. Top. Toppie. Doei. Doei, lieverd. Doei. Houdoe, mama. Houdoe, schatjes. Kom, zitten. Junior. Laat jouw hartjes eens zien, mama. Nee. Wauwie! Hartstikke goed. Het was heel gezellig. En toen zijn we even naar de bakkerij geweest. En wat had jij daar op? Wat had jij op bij de bakkerij? Pizza zeker? Nee. Wat IJsje. Dan? IJsje? Nee. Knabbelstok? Nee. Een koekje, een bonbon? Een bonbon? Nee, nee. Heb je een bonbon gekregen van papa? Nee, nee. Nee, je had ze zelf gepakt. Had hij ze zelf gepakt? Chocolade decoraties voor op taart. Nee? Op een gegeven moment zeggen ze tegen mij, nee, IJsje, vind ik chocolade aan het eten? Ja. Dus, IJsje trok niet toe. Hij pakt boven ook, hè. Er staat bonbons altijd bij het bad bij ons. En dan... Ik ben ook kwijt, zie ik zo'n kontje achter het bad vandaan komen, zit hij ook heel sneaky bonbons te eten. Die vindt chocola heel lekker. Ja, we zeggen al, als jij op het potje gaat, Junior, wat krijg jij dan? Als je op het potje gaat, wat krijg jij dan? Zeg het eens tegen mama. Wat krijg jij als je op het potje gaat? Wat krijg je dan? Een? Bonbon van papa. Gisteren heb ik geoefend met het potje, maar het lukte er niet zo goed. Jij bent aan het multitasken. Ik? Ja? Stoel volgen en... Nee, ik zit toe, het is de bad nog. Oh.
Kijk, deze. Daar spoot je niet om, maar gisteren is gewoon 3 keer helemaal vol nat mee. Ja, dat kun je niet laten zien, want het is echt voor 12 jaar ouder. Nou, nou, mag je er niet spelen. Ik ben bijna 12, hè. Hey, heb je gelijk al? Dat vinden ze allemaal leuk, hè? Mortal Kombat. Die boys. Nout, wat heb jij uit de kelderkast gepakt? Een badminton. En waarom? Papa had aan het doen wat. Ik was het aan het doen en dan komen ze. Mag ik? Zeg, ik pak die uit de, ja, uit de bijkeuken maar. Papa heeft toen voor jullie nog een bariton dat jullie op les zou gaan. Dat is nooit... Stan zou op les kunnen. Ja, jij ook. Dat is mijn grote droom nog, hè. Mijn grote droom dat een van mijn kinderen in de muziek gaat. Ja, zo klinkt het bij jou net ook, een beetje. Hij heeft wel ook van die dikke lippen net als jij, dat zou wel kunnen. Dat is een toeter van dikke lippen. Nou, daarom zeg ik dat. Zit je er een beetje aan? Ik toon al van C. De eerste toets die ging echt super goed, dus ik denk dat het voldoende is. Oh. Ik denk. En branderexamen ben gelijk geslaagd. Wat als examen? Branderexamen voor was scheikunde. Oh. Oh, met blauw vlammetje en het gele vlammetje. Deze! Ja. Dit is een aansteker. Ja, dat is waar is het vuur het heetst? Blauw. Vlam. Bovenin. Niet blauw. Ja, bij een gele vlam. Ja. En bij een blauwe vlam. Papa, nee. Kom. Weet niet. Hij moest dat ding allemaal aansteken en doen en de leraar had gezegd, geen opmerkingen. Jij zit maar, jij. Ella. Jij? Ja. Doe maar. Doe eens. Hij kan het nog niet. We eten dus pannenkoeken vandaag, die staan op het vuur. Jullie hebben alle spelletjes uit de kast getrokken. Kijk, en Stan is dan weer zo lief om dat op te ruimen. Voor papa. Voor papa, ja. En mama zei, ik ga nog even werken. Let jij op Junior. Ja, dat is goed. Ja. We hadden zoveel Monopoly. Die vindt hij heel leuk. Dat deed hij op de camping ook, hè? Ja. En nou is het pannenkoektijd, want vanavond hebben de jongens weer hockeytraining. Woensdag. Is Merel al thuis? Niet gezien. Het grappige is dat wij juist van Eline hadden verwacht dat die heel enthousiast zou zijn in de bakkerij en zo. Terwijl dat dan eigenlijk Merel is. Terwijl je daar eigenlijk weer niet zo van had verwacht. Zo grappig dat dat kan omdraaien. Vandaag zei Stan tegen mij dat hij bakker wil worden. Oh. Ik zei, nou, dan, zeg, moet je, dan moet je maar eens een keer gaan kijken in de bakkerij misschien. Ja. En we kwamen op het gesprek dat hij zei... dat hij zijn toets goed had gemaakt en dingen. Ik zeg, nou, als je nou goed je best doet, zeg, dan, kan je straks, nou, dan kan je straks naar 3 HAVO, zei ik. He, want hij zit nou brugjaar, MAVO, HAVO 2 jaar. En daarna wordt de keuze gemaakt MAVO of HAVO. Hij zei, ja, HAVO is veel te moeilijk voor mij, ik ga toch MAVO doen. Ik zeg, nou ja, weet je, als je zo goed je toetsen maakt, kan je makkelijk HAVO doen. Zegt hij, ja, maar dat wil ik niet. Zei ik, ja, maar als jij leraar wil worden, dan zul je toch HAVO moeten kunnen halen. Zegt hij, nee, ik denk dat ik toch maar bakker word. Ja, ik mag! Ja, tegen mij dat je niet zegt, toch? Nee. Wel tegen mij. Papa, ik heb vandaag deze letter geleerd. Dat is een 9. Nee. Zo. De G. Junior is net wakker. Die was een slaapgeval. De E. Dus, dus een... Ja, dan doe ik hem de andere kant op. Doe maar op mijn pannenkoek. Dan heb ik hem per ongeluk de andere kant op gedaan. Ja, hij is net wakker. Hij was in slaap gevallen. Papa, dan heb ik het per ongeluk de andere kant op gedaan, toch? Toch? Door. Je doet heel veel. Welke letter ga je nou doen? De E. Ja, dat is geen E. Oh ja, dat is de kleine E. Ja, je hebt gelijk. Ja. Nee, het is goed. Sorry. Hoe schrijf jij zeg het niet goed. Ja. Aan elkaar.
Ik zat meer aan de hoofdletter te denken. Ja, ik schrijf nog geen hoofdletters op school. We zijn Merel kwijt. We weten niet waar Merel is. Ik denk centrum met vriendin. Ja. Papa, ik wist niet. Wij doen nog geen hoofdletters op school. Nee. Alleen groep 4. Ja, laat hem even met rust. Maar Marley, zit jij nou ook al in de city? Merel is in de city. Zit jij ook al in de city? Moet even iemand even Merel even bellen. Ze moet je ook voor eens voor zit in unit 2. Wie belt er Merel even? En Nout? Is die onderweg? Ja, die is allemaal gekomen. Oh, en papa? Nee, ouders zijn de. Ja, we zijn ook met veel. Ja? We moeten komen eten. Oh, klaspaars. Wat zei je, Eline? Ja. Dat is wel eens niet bij ons. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, pak jij die maar even. Ja. Pannenkoek is mijn nieuw. Met sushi. Pannenkoek en sushi zijn. Het is niet lekker. Kan jij maar even lekker bij mama, ja. Papa, sushi en pannenkoek zijn niet lekker bij elkaar. Daar zijn ze dus! Dat zijn jij schoenen! Zijn dat Merel schoenen? Ja! Die was ik kwijt! Ik was kwijt. Zij is al hartstikke lang de hokjeschoenen kwijt! Laat mij op! Jossom heeft die ook. We gaan een TikTokje opnemen, waar alle huisvolgers hebben opgenomen. We hebben net even geoefend. En nou gaan we hem eventjes doen. En Floor is onze TikTok-deskundige. Nou, dat is niet meer. Oh. Je hebt hem al geplaatst. Ja. Kijk. Ik denk dat ik hier sta. Concept. Concept, ja. Dat was diegene die we opgeslagen. Is het leuk toch? Ja, hartstikke leuk. Dan moet je even wat woordjes erbij zetten, of niet? Oh, dat kan niet meer. Ik weet niet hoe. Oh, dat kan ook niet meer. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik nee. Heb dat nog nooit gedaan. Papa. Ja, maar lief wilde nog wat vertellen. Op school hebben we nieuwe plekken. Ah. Nu, dat komt omdat de kinderen, bijvoorbeeld ik zat hier en de andere kinderen zaten daar. Dat is altijd. En kijk, hier zit groep 4. Ja. En hier zit groep 3 nu. Ja. Want groep 4 moet toch altijd naar een andere klas, okay. En die is hier. Okay. Dus dan hebben ze groep 4 daar gezet, want die hoeft niet te kijken, want die kunnen het. Want die kon het altijd niet goed zien. En je hebt vandaag de letter E geleerd. En welk woordje heb je geleerd vandaag? Gewoon. Het woordje gewoon? Nee. Ik heb gewoon. Ja. Allemaal woordjes, meer woordjes. Mijn woordje met de letter E. Nee, we doen altijd gewoon de E leren en dan staat er soms gewoon iets. En soms in je werkboek moet je gewoon de E zoeken. Eigenlijk moet je dan ook nog van de juf lezen, maar ze vraagt toch niet aan je bijvoorbeeld, wat staat hier? Dus ik ga het eigenlijk gewoon niet lezen als het. Maar je kan het wel leren zo. Ja, maar ik doe wel altijd meelezen in een boekje. Oké. Zullen we binnenkort eens een keer een boekje gaan lezen? Ja, het maar voorlezen wel, voor de vlog? Maar ik heb altijd een boekje in mijn laadje liggen. Die op school? Waar de letters op staan die ik al heb geleerd. Nou, dan neem ik die even mee. Ja, maar dat mag niet. Oh. Dan kom ik even in jouw klas. Nee, dat mag niet. Oh, mag dat ook niet. Dan loopt Junior nog rond. Papa. Ja. Wat? Niet. Mag ik wel nog even op iPad? Ja, je mag heel even op iPad. Zullen we even afsluiten dan? Bedankt voor het kijken. Oh.
Morgen vieren zijn we weer nu allemaal. Dan heb je morgen een en vergeet niet op een belletje te klikken. Hallo! En bedankt voor het kijken. We zijn klaar met de vlog. Ja, de vlog van vandaag is klaar. Nee, ik ga niet op. Nee, doe maar niet. Schatje, je moet naar school. Oma is jarig vandaag. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. En Eline heeft echt iets heel moois gemaakt. Ja, maar papa, zie je mijn kruis aan?